van Casterly en Geel, die vanaf morgen sneller en veiliger met elkaar verbonden zullen zijn. Beste sportievelingen die zo dadelijk mee de tunnel gaan inlopen, beste Kempenaars die dit heugelijke moment samen met ons hier willen vieren. Als burgemeester heet ik u allemaal in Casterly van harte welkom. Voor Casterly en Geel ten Aard, maar ook voor vele andere woonkernen tussen de E34 en de E313 is het werkelijk een bevrijding dat het doorgaand verkeer voortaan over de nieuwe weg kan. Als groene, toeristische en landelijke gemeente zijn we tevreden met de vele natuur- en milieumaatregelen, zoals de tunnel hiervoor onder de Kempense Heuvelrug, de geluidsschermen, de ecoduikers, de hopovers voor de vleermuizen, de aanleg van een heideschraal landschap boven de tunnel en een plas- en draszone aan de kleine neten. De VMM zal daar binnenkort de neten weer laten meanderen. Het gemeentebestuur biedt alle bezoekers vandaag een gratis ritje aan met een trein over het nieuwe wegtracé en er is ook 1000 liter soep en uiteraard is dat in Casterly pompoensoep. Beste mensen van de Kempen, ik ben de laatste spreker. Ja, en dan wordt er gelopen en gevierd. Tweede, ik zal het heel kort houden. Ook heel goed, denk ik. Toen ik in 2004 hier in Casterly kwam en de ereburgemeester, de huidige burgemeester en vele anderen die zeiden het heeft al lang genoeg geduurd. We vragen 20 jaar dat hier eindelijk een oplossing komt. En we hebben met velen hard gewerkt. Vele mensen hebben in Brussel blijvend op de tafel geslagen om te zeggen de Kempen, Casterly, Geel heeft dit nodig en het moet gebeuren. En ik wil al diegenen die dat gedaan hebben van harte danken en feliciteren. En ik vind dat zij een warm applaus verdienen, want zij hebben ervoor gezorgd dat datgene wat hier vandaag wordt geopend effectief is gebeurd. Een grote dank daarvoor. Okay.
Hey. En niet in mijn kop gestoken. Ja, dat is wel.